Dit is een website van Ronald Westerbeek, die nog eens keurig uiteengezet heeft wat de kern is van de theologie van de bewegingen New Wine en de Vineyard. En hij noemt dat hier, ik duid deze theologie graag aan als enacted, inaugurated eschatology. Ik zou zeggen dat is meer een fake eschatology, maar dat moet ik toelichten. Eschatologie is de leer van de laatste dingen, ja zeker. Gods toekomst voor zijn schepping, ja zeker. We zeggen twee dingen. Het heel van Gods koninkrijk is niet alleen geestelijk, maar gaat over Gods hele schepping. Het gaat om de nieuwe aarde, dat is juist. Ten tweede, dat dit heel principieel toekomstig is, dat is ook juist. Maar let op de nuance. Pas bij Jezus' wederkomst breekt het koninkrijk in volheid aan. Nee, dan breekt het koninkrijk pas aan. Het koninkrijk in de zin van de vervulling op de aarde is iets van de toekomst. Dat heeft hij. Toch hier ook gezegd, principieel toekomstig. Nu gaat hij het als ware nuanceren. Het is alleen maar in volheid. Tot die tijd leven we in de gebrokenheid van de schepping, de zucht onder de gevolgen van de zonde. En als het uitziet naar de jongste dag. Nee, als het uitziet naar de openbaring van de zonen van God. En dat is de dag van de vervulling. De jongste dag is een reformatorische term. Die inhoudt dat er maar één enkele oordeelsdag zal komen. Jongste dag. Dus dat is al een merkwaardig taalgebruik, want ik geloof niet dat hij dat gelooft. Nee, de schepping zucht en ziet de rijkhals daar Is in baresnood tot nu toe. En verwacht de openbaring van de zonen van God. Nou, die openbaring is er pas als de Heer Jezus met die zonen van God, met zijn hemelse leger, op aarde terugkeert. Na het duizendjarig rijk, bij de laatste, of na de laatste strijd met de duivel en zijn machten voordat de eeuwige toestand begint. Dat is al een enorm verschillende toekomstverwachting. En ik denk toch dat het bijbels er is om niet over de jongste dag te spreken. Er is lijden en zinloosheid, er is onrecht en geweld, we worden ziek, takelen af, versterven, Romeinen 8. Oké, okay. als iets van Gods heelheid nu doorbreekt, maar wacht even, hadden we dat al vastgesteld, dat dat gebeurde, dan is dat toekomst die doorbreekt in onze tegenwoordige tijd. En dat noemen we de presence of the future, de tegenwoordigheid van de toekomst. Ja, maar dat wordt even ingespokkeld, want het wordt niet voorbereid om te zeggen: het gebeurt nu al. Dit onderscheidt onze theologie van vergeestelijke theologieën die zeggen dat de aarde er niet toe doet, omdat onze eindbestemming in de hemel ligt. Nee, de aarde doet er toe. Onze eindbestemming is de aarde, maar dan in een situatie waarin de hemel het hemels Jeruzalem op aarde is gekomen en dus de grens van hemel en de aarde helemaal vervaagt. En het onderscheid van theologieën die zeggen dat het koninkrijk al volledig is aangebroken en alleen maar zijn beslag hoeft te krijgen op aarde. Nou, dat is inderdaad het geval bij deze dominion theologie, kingdom now beweging, neem het en claim it. Maar dat geldt trouwens ook voor uh, gedachtegangen in de meer vrijzinnige kring waarin gezegd wordt dat dat koninkrijk heel geleidelijk aan door ons tot stand moet worden gebracht, totdat die dag van de vervollediging is aangebroken. Zo'n groot verschil is dat eigenlijk niet tussen die laatste twee, New Wine en Vineyard, zijn het met eh, die vrijzinnige theologie eens, hoewel zij spreken over de presence of the future, de tegenwoordigheid van de toekomst, zouden die vrijzinnigen kunnen spreken over het vooruitlopen op de toekomst, het al in die richting werken. Dek bij inaugurated, geïnaugureerd aan de inauguratie van een nieuwe koning. Het ceremoniële, maar ook daadwerkelijke begin van zijn regeerperiode. Het koninkrijk van God vindt weliswaar pas een en vervulling op de nieuwe aarde. De hemel daalt neer op de aarde. Kijk, als hij dat weet, dan weet hij dus ook dat die terminologie van wij hebben het over de aarde... Want onze eindbestemming ligt niet in de hemel. Dus helemaal niet opgaat dat als de hemel op aarde neerdaalt. maakt, er geen, maakt dat geen verschil. Ja, dan is eh, zowel de vervulling in de hemel. als de vervulling op aarde. eigenlijk in wezen precies hetzelfde. Maar het is al wel daadwerkelijk begonnen. Nee, het koninkrijk is niet begonnen. Het koningschap van Jezus is al begonnen. Maar een koning in ballingschap is niet bij machten om zijn koningschap al helemaal uit te oefenen, want dat koninkrijk is er nog niet. Hier wordt geen verschil gemaakt tussen twee betekenissen van die uitdrukking koninkrijk, namelijk het koningschap van de Heer Jezus. We zijn ingelijfd in het koninkrijk van de Zoon, maar dat koninkrijk van de Zoon is dus een koningschap van Jezus, waarin wij een soort uh, gemeenschap in ballingschap vormen die deze koning erkent. Maar het koninkrijk is het dus alleen maar in de vorm van een groep van mensen die de koning alvast erkent. Maar het koninkrijk, dat is het nog niet. We leven in het spanningsveld van de tussentijd van het koninkrijk. Het is het nog niet in de betekenis van het koninkrijk, namelijk dat het koningschap van Christus op aarde zichtbaar is. Maar het is er ook al wel. Ja, maar dan in die andere betekenis. dat het koningschap van Jezus al aanwezig is. En hier zie je de gevolgen. van het feit dat je geen. of onvoldoende verschil maakt. tussen koninkrijk als het domein. waarover Jezus gezag kan hebben. dat is in wezen. de hemel en de aarde. volgens Matthäus 28. dat is het koninkrijk uiteindelijk. En het koningschap van Jezus, dat het natuurlijk nu al in de gemeente aanwezig is. We leven, zegt Paulus, in de tegenwoordige boze tijd, waarin het kwaad onverminderd lijkt te woeden. Nou, niet helemaal onverminderd, want pas met eh, de profetieën van de Openbaring zie je wat er gebeurt. als het kwaad echt onverminderd lijkt te woeden. Het wordt nu nog tegengehouden. Maar we proeven toch al de krachten van de toekomende tijd. Kijk, daar zit er een trucje in dat hij dat in de tegenwoordige tijd stelt want Hebreeën 6 vers 5 moet je wel lezen in het licht van Hebreeën 1 dat God in het begin heeft bijgedragen aan de verkondiging van het evangelie met tekenen en wonderen die volgden op de activiteiten van de apostelen maar eh, Hebreeën 6 vers 5 spreekt messiaanse Joden aan die deze begintijd hebben meegemaakt, dus die krachten van de toekomende tijd, die tekenen en wonderen van de begintijd van de apostolische tijd hebben meegemaakt en daarop zijn afgegaan, die tekenen en wonderen hebben bewonderd, maar in feite geen innerlijke bekering hebben doorgemaakt. Dat is waar Hebreeën 6 vers 5 over gaat. Dus niet wij proeven al de krachten van de toekomende tijd, maar zij, de aangesprokenen in Hebreeën 6, hebben die krachten van de toekomende tijd geproefd. Wij weten dat de geschiedenis een, een beslissende wending heeft genomen, juist, en ervaren dat het krachtenveld voorgoed is veranderd. Jezus is koning en zit aan de rechterhand van de Vader. Ja, en dat betekent dus juist dat hij een koning in baringschap is en dat hij nog niet... Uh, gekomen is. Dit onderscheidt onze theologie van theologieën die zeggen dat het koninkrijk van God volledig toekomstig is en pas aanbreekt bij de wederkomst. Nou, waar ligt dat onderscheid dus in? Dat je zaken die horen bij de apostolische tijd naar de huidige tijd verplaatst en dat je geen onderscheid maakt tussen het koninkrijk als het koningschap van Jezus en het koninkrijk als het domein waarover Jezus uh, macht uitoefent. Dat is nu nog niet de hele wereld, dat is nu nog alleen de gemeente. Nou, dan heeft hij het over dat enacted uh, uh, eschatology. Denk aan een wet die is aangenomen door het parlement, <tacht> maar pas van kracht is als de koning zijn handtekening heeft gezet. Vanaf dat moment is de wet bekrachtigd en rechtsgeldig. Jazeker, maar dan kan hij nog niet worden uitgevoerd. Het is alleen maar een juridische realiteit. Zo is het koninkrijk van God daadwerkelijk van kracht. Ja, maar dat kan alleen maar slaan op het koningschap van Jezus. Door de kruisdood en de opstanding van Jezus. Als een nieuwe realiteit die voelbaar gevolgen heeft. Ja, dat is heel dubbelzinnig. Want het is waar dat dat een nieuwe realiteit met zich meebrengt. En die nieuwe realiteit heeft een naam in de Bijbel: de gemeente van Christus. En dat voelbare, ja, dat is ook heel dubbelzinnig. Want hij gaat bedoelen. Dat er allerlei wonderen en tekenen gebeuren. Terwijl het alleen maar betekent dat wij de geest van God in ons hebben. En dat in de gemeente wij, als we samenkomen, mogen weten dat de Heer Jezus in ons midden is. Het gaat niet om reenactment, maar om enactment. Nou, dat is dus het fake element ervan. Dit is zeg maar het willen dramatiseren van het komende koninkrijk. De nieuwe realiteit van Gods Koninkrijk uitleven, ja wacht even, dat is helemaal niet wat deze eeuw in feite betekent. Als ambassadeurs wachten we niet leidzaam de volleinding van het Koninkrijk af, nee, we verkondigen aan iedereen laat u met God verzoenen. Maar we vertegenwoordigen dat Koninkrijk en verkondigen dat Koninkrijk in onze woorden en daden, ja in ons gedrag. Dus als we laten zien dat we deze Koning al gehoorzamen, lopen we vooruit op het moment dat alle knieën zich buigen zal voor deze Koning. We worden daartoe bekrachtigd door de Heilige Geest, dat is helemaal waar. Maar dan wordt weer de situatie van de Apostolische Eeuw gewoon maar naar het heden getrokken. En dan worden de gave, bedieningen en bijzondere krachten op ons van toepassing verklaard. Dat is om twee redenen, on, twee redenen onjuist. In de eerste plaats omdat die Apostolische Eeuw een hele bijzondere begintijd van de Gemeente geweest is. En in de tweede plaats omdat we helemaal niet het Koninkrijk in daden als een bijzondere realiteit moeten laten zien, maar moeten laten zien dat wij de koning al respecteren en eren. God brengt het heil van zijn toekomst, de helheid van de schepping, nee, zal dat brengen. Het was toch immers toekomstig, zei hij, maar daar betrekt hij ons actief in. Nou, daar is helemaal geen sprake van. Wij zijn daar alleen maar bij betrokken, omdat we als gemeente een pilaar van de waarheid zijn, omdat wij de bediening van de verzoening hebben. Niet omdat we alvast laten zien wat die nieuwe realiteit van het koninkrijk zou zijn, maar omdat we op die realiteit wijzen en daarnaar verwijzen, omdat wij het gedrag van de koning laten zien. Omdat we als wij de geloofsbrieven van de koning zijn. Hij zendt ons uit in de wereld, dat is keurig, want Matthäus 28 spreekt ook over onze zending, om in de kracht van de geest brenger van Shalom te zijn. Nee. Om het Evangelie te verkondigen en alle mensen te zeggen. dat zij de Heer Jezus moeten gehoorzamen zijn. omdat hem alle gezag in hemel en op aarde is toegekend. brengers van gerechtigheid en vrede. Ja, maar voor zover het van ons afhangt, houdt vrede met alle mensen. en intussen verkondigt dat koninkrijk. is toch heel iets anders dan wat hij hier een beetje suggereert. dat we iets tot stand brengen. Nee, we brengen het wel, namelijk als boodschap. En we moeten die boodschap ook leven, dat we zeggen authentiek zijn. En ook laten zien dat dat in ons leven verschil maakt. Maar wij brengen geen gerechtigheid en vrede tot stand. We brengen vergeving en verzoening. Ja, we brengen de boodschap van vergeving en verzoening. En we moeten dat ook laten zien door in de gemeente elkaar te vergeven zoals Christus ons vergeven heeft. De bediening van de verzoening, waar Paulus over spreekt, is ook niet het tot stand brengen van verzoening. Maar de prediking van de verzoening. Wij smeken u dan alsof God door ons sprak: laat u met God verzoenen. Van genezing en herstel. Nee, we kunnen laten zien dat we de boodschap brengen. van genezing en herstel. Omdat dat alles in Gods handen is. En wij dat vertrouwen op God hebben. Dus we brengen de boodschap van genezing en herstel. een toekomstige realiteit die nu al verbonden is. met het gezag van de Heer Jezus over hemel en aarde. Van bevrijding van de machten van het kwaad. Ja, we brengen de boodschap van de bevrijding van de machten van het kwaad. Omdat God in deze wereld ook nog mensen wil bevrijden van die machten van het kwaad wanneer zij het Evangelie aannemen. Omdat God mensen wil genezen op hun gebed. Zeker waar. We brengen het licht van Gods toekomst, ja, als boodschap. Maar niet omdat we de realiteit van dat toekomstige alvast tot stand brengen en zichtbaar maken. Dat is wat zo enorm verkeerd gaat in deze vorm van eschatologie. En nogmaals, dat is een enorme overeenkomst met de vrijzinnige theologie die zegt, overal waar wij vrede en gerechtigheid, vergeving en verzoening, genezing en herstel langs niet wonderbaarlijke weg weten eh, tot stand te brengen, lopen we als het ware al vooruit op dat koning, komende koninkrijk. Dit onderscheidt onze theologie van theologieën die het reeds en nog niet van Gods koninkrijk weliswaar bevestigen. Maar die bij het doorbreken van Gods koninkrijk op aarde. Kijk, als je dus spreekt over het doorbreken van Gods koninkrijk op aarde. dan heb je het reeds niet begrepen van het koningschap van Jezus. en het nog niet niet begrepen van de komst in de realiteit van Gods koninkrijk. Die geen actieve rol zien weggelegd voor gelovigen. Nou. De belangrijkste opdracht voor gelovigen is de verkondiging van het Evangelie, is de eredienst brengen, eh, alvast vooruitlopen op Openbaring 5, alvast vooruitlopen op de tijd dat alle knieën zich buigen zal voor de Heer Jezus, en die nauwelijks rekenen met wonderen, tekenen en krachten van de Geest. Nou, ik reken daar zeer op dat dat in de toekomst gebeuren zal, en ik reken er zeer op dat dat in het verleden in de apostolische eeuw ook gebeurd is. Maar ik reken inderdaad niet met wonderen, tekenen en krachten van de geest zoals die in die gemeenschap van uh, Nieuwe Wijn en Winiard uh, allemaal op de voorgrond worden geplaatst. Omdat ik veel meer vertrouwen heb in de waarachtige wonderen van de geest bij de bekering van mensen en bij het behoud van de gelovigen en uh, bij de volharding van de heiligen en bij het wonder van de wedergeboorte. Dat zijn wonderen. Uh, waar hier nauwelijks over gesproken wordt. Eh, maar we moeten weer helemaal actief gaan worden. Ja, ik zie eigenlijk geen verschil tussen vrijzinnigheid en deze theologie. Behalve dat deze theologie dan ook nog allerlei bovennatuurlijke zaken wil aannemen. Die zowel in de realiteit weerlegd zijn. en ook bijbels gezien onmogelijk zijn. Omdat de tijd van die bijzondere bevestiging. van het Evangelie. Uh, Marcus 16, Hebreeën 1, uh, die bijzondere tijd voorbij is. We horen langzamerhand een volwassen gemeente te worden die ziet waar het om gaat. De prediking van het evangelie, het vooruitlopen op de geestelijke realiteit in de gemeente door het koningschap van Jezus daar volledig in te erkennen en zichtbaar te maken. Uh, zodat uh, onze hemelse vader geloofd wordt vanwege wat wij doen. Maar dit brengt ons op die vreselijke weg. van dat lopen van wonderdoeners. Eh, van allerlei quasi-genezers eh, eh, die, we, die we hebben. In de realiteit is dat niet houdbaar. Heb je heel veel bedrog nodig om dat vol te houden. En je legt een accent op eh, die zogenaamde enactment. Eh, waardoor de echte realiteit van Gods koninkrijk. namelijk de gemeente van God als fundament en pilaar van de waarheid, van de verkondiging van wie Jezus is, eigenlijk helemaal uit het gezichtsveld valt. Nou, dat zijn voor mij de redenen om uh, hier geen vertrouwen in te hebben.